video. Vandaag ga ik de nieuwste stijltoon samen met jullie uitpakken. Ik ben geabonneerd op de stijltoon en ik heb de Ultimated Box. Dat is de duurste variant. Er zijn 3 varianten. Maar ik zal alle informatie in de omschrijving zetten hier beneden. En ik ben heel benieuwd wat erin zit. Want de afgelopen maanden was hij echt super goed gevuld. Met 8 tot 10 producten. En allemaal producten die ik ook echt gebruik. Dus ik heb hoge verwachtingen voor deze editie. Alvast een preview. Hij zit weer goed vol. Natuurlijk heb ik even het boekje gezocht. Het thema van deze maand is Brighter Days. Het wordt eerder licht en later donker. Meer van de zon genieten dus. En ook nu is het weer tijd voor een momentje voor jezelf. Ook met deze box ga je weer ontspannen, jezelf verzorgen en zeker ook stralen. In deze box vind je 8 hele fijne producten. De box is samengesteld met een mix van make-up en verzorgingsproducten. Het thema Brighter Days omdat de producten uit deze box je gaan helpen met een prachtige glow en een verzorgde huid. Nou, dat klinkt al veelbelovend. Ik begin met een product waarvan ik net zelf al een perspakket heb ontvangen voor Olay zelf. Dus deze heb ik al. Dit is de nieuwste Olay Vitamine C Plus AHA 24, de crème. Ik heb ook de crème en de serum heb ik hier liggen. Dus deze gaat sowieso al in de stapel voor of doneren of voor de winactie. Maar dit is dus de nieuwste Olay lancering. Superleuk dat dat dan in de stijltoon zit. Ik laat deze verpakking even dicht. Maar dit product heeft dus een waarde van €39,99. En dat is ja, best wel een prijs. Vooral omdat Olay ook gewoon bij de Kruidvat en zo verkrijgbaar is. Vaak natuurlijk wel met aanbieding. Maar ik vind het heel leuk dat die erin zit. En ik ga deze verpakking wegleggen. Het thema vitamine C gaat even verder met de Super Facialist Vitamine C Plus Brighten Glow Boost Skin Serum. Ik ken het merk niet, maar een serum met vitamine C is bij mij altijd welkom. Zo ziet de verpakking eruit. Dit is de tube. En dit product heeft een waarde van €22. Ik ga deze zeker proberen, want ik ben hier wel benieuwd naar. Een product die ik gelijk herkende aan de verpakking, namelijk van Pixi. Dit is de Fresh Face Blush in Peach Rose. En ja, deze heb ik nog niet. Ik ben heel blij met Pixi altijd. Ik ontvang er ook les PR van en koop zelf ook heel veel producten van dit merk. En dit product ken ik nog helemaal niet. Dus heel leuk om te blushen. Iets beter. Hij ziet er echt heel mooi uit. En hij heeft een waarde van €10. Dan zie ik een merk die ik al eerder in de box heb gezien. Volgens mij is dat in deze box. Of goodie box. Volgens mij de stijltoon. En dat is Larizzi Cosmetics. En dit is de Shade Stick. Vegan cruelty free. In de kleur Mahola. Mahalo. Mahola. Mahalo. Zo ziet hij eruit. En, oh, hij is gelijk al omhoog. Hoort dat? Oké, dat vind ik altijd best wel tricky. Want als je de dop erop doet, kan je de sticker beschadigen. Tenminste, dat overkomt mij altijd. Maar goed, zo ziet hij eruit. En hiermee kun je dus contouren. Ja. De waarde van dit product is €24. En ik ga even kijken of ik hem zelf ga houden. Of dat hij in de winactie gaat of in de tas voor donaties. Dan zit er nog een merk in die ik eerder heb gezien. Namelijk de Argan Plus 5 Olie Blend Lightweight Prep Spray. Ik heb even opgezocht wat dit dan precies voor product is. Maar het is bescherm je haar tijdens het stylen tegen hitte. Zoals... ik zit te lezen dingen. Föhn en strijkijzer. Er staat serieus strijkijzer in het boekje. Maar ik denk dat ze steltang bedoelen. Want ik ga niet met een strijkijzer aan de slag voor mijn haar. Oké, met deze lichte spray. Dus een hitteprotectiespray voor je haar. Die gelijk ook verzorgt. Dus ik denk dat ik deze aan mijn dochter ga geven. Zij gebruikt dat vaker als mij. Dus die gaat nog een bekend merk die er eerder in heeft gezeten. Namelijk Vitamask. Dit is de Gold Eye Brightening Affirming van die oogmaskers. Gebruik ik echt ontzettend graag. En deze heeft de waarde van €5,99. Is dit een box met allemaal bekende merken? Want Mudmaskie heeft er ook al eerder in gezeten. En zie ik al jaren terugkomen in de verschillende boxen. Dit is de Melting Mud Cleansing Mask 3-in-1 formule. Ziet er zo uit. En deze heeft een waarde van €49. Hallo dan. Zo, oké. Deze niet irriterende geurvrije ochtendreiniger is speciaal ontwikkeld om je huid te reinigen zonder de natuurlijke beschermlaag van je huid te verwijderen. Maar het is toch een mask? Dus
Spoel je gezicht af met lauw water. Breng een beetje aan op je gezicht. En masseer in cirkelvormige bewegingen totdat het masker in je gezicht smelt. Ah, oké. Laat het een paar minuten intrekken en spoel af met lauw warm water. Oké, ik dacht je moet het eerst aanbrengen en 10 minuten laten zitten. Maar zo werkt het dus niet. Oké, hier ben ik heel erg benieuwd naar. Ga ik ook proberen. En misschien dat er nog een review over online komt op pinkie.nl. Het laatste product, dat is van Sanex. Dit is een douchecreme. Dat komt bij ons altijd van pas, doucheproducten. En deze heeft een waarde van €3,39. Dan tel ik ook alle producten bij elkaar op qua waarde. Ik heb hier €29,95 voor betaald. En de totale waarde is €159,36. Dus dat is echt een goede deal. Kijk naar de producten die ik het leukst vind. Dat is de Pixie Blush en de crème van Olay. Ook al heb ik deze al zelf ontvangen, dat weet Styletone niet. Ik ben hier wel heel benieuwd naar. Ga hem ook testen, maar deze variant gaat in de winactie. De contourstick is ook wel leuk, maar ik weet niet of ik dit echt ga gebruiken. De rest van de producten zijn heel erg bruikbaar voor mij en voor ons gezin. Dus het komt zeker van pas. En hoewel ik dit echt wel een goede box vind, vond ik de vorige misschien net wat leuker. Maar dat kwam ook door mijn Sauda Milano die erin zit. En door de andere merken. En hier zaten best wel veel merken in die al vaker terug zijn gekomen. Maar desalniettemin ben ik enthousiast en heel erg blij met de producten. En ga ik er ook heel graag mee aan de slag. Benieuwd wat jullie van deze inhoud vinden. Laat dat vooral hieronder even in een reactie achter. Mochten jullie ergens een review van terug willen zien op pinkit.nl. Laat dat dan ook even weten, want dan kan ik daar rekening mee houden. Van Olay komt sowieso een artikel op pinkit.nl binnenkort. En ik kan je ook verklappen dat ik daar ook een winactie ga koppelen. En niet alleen met de crème, maar ook met het serum. Dus hou daar zeker ook het artikel van in de gaten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doeg allemaal!